Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 28 april. Er is veel bewolking boven Nederland en vandaag valt er zo af en toe een bui. De buitjes die trekken van west naar oost over het land. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 11 en de 13 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuiden of zuidwesten. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 16 of 17 graden landinwaarts. Aan zee blijft het wat frisser met 12 tot 14 graden. Overmiddag kan er hier en daar een bui vallen. Het oosten en zuidoosten houdt het waarschijnlijk droog. Vanavond en ook vannacht is het rustig weer. Er zijn wolkenvelden en opklaringen. En met name vannacht kan er ook mist ontstaan. Morgenochtend begint de dag hier en daar grijs als gevolg van de mist. En vanuit het zuiden komt buiige regen opzetten. In de middag kan het in het zuidoosten weer even droog worden en kan het lokaal 21 graden worden. In de avond volgen er zware buien met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal ook veel water. Ook maandag en dinsdag zijn nog erg wisselvallig met temperaturen rond de 14 graden. Dinsdag wordt het hooguit 12 graden. Vanaf woensdag volgt er geleidelijk aan herstel, blijft het overwegend droog en is er vaker zon.